Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video van Shining Fates Unboxings. En vandaag doen we deze Bolt Hunt Tin. We hebben al een Cremorant gehad, we hebben een Eldegoss gehad. En dit is de laatste in de reeks Shining Fates Tins. En dat is deze Bolt Hunt. Met natuurlijk een Bolt Hunt Shiny promo kaart die je erbij krijgt. Zo, wat? Hij gaat al open. Niet erg. We halen hem terug even bij onze Bolt Hunt. Kijk eens aan wat een mooie kaart het is. En ondertussen ook de codekaart, die natuurlijk weer voor jullie is. 5 packs van kaarten die we bij krijgen. En we zullen eens een keertje gaan kijken welke packs we krijgen. We hebben weer een Charizard pack. Die steken we standaard van achter. En dan hebben we deze packs. Hierbij krijgen. Zo, we zullen er meteen eens in vliegen in deze Bolt Hunt tin. Eens kijken of dat het een beetje de eer kan hooghouden van de voorbije video's, dat we toch elke keer toch iets spullen. De codekaart. Misschien is deze wel een stinky tin. Een energy card, Dartrix, Rusted Shield, Ball Guy. Crapinch, die hebben we nog niet genoeg gezien en ik het ook nog natuurlijk niet. Hè. Een Gossifleur, Cacnea, Cufant en een Reversal Horsey. En onze rarekaart is een Cinderace V. Kijk eens aan, meteen een pull uit het eerste pakje kaarten. En het is een Cinderace. Maar nog altijd geen Pokékit. Eigenlijk wil ik wel echt wel doorgaan tot ik een Pokékit heb. Zo, een codekaart. Oeh, Fire-type energy kaart. Hype, hype, hype voor een Zard natuurlijk. Een Floatzel, een Dartrix, Ball Guy. Heeft toch meteen zo'n andere vibe, zo'n Fire-type energy kaart van voor. Een Snom, een Horsey, Rowlet, een Morpeko en... Professor's Research. En de laatste kaart is een Indeedee Holo kaart. Kijk eens aan. Geen Charizard. Maar een Fire-type kaartje. Ja, het doet waarschijnlijk niks. Het wil niks zeggen, hè. Nooit. Maar het is toch, ja... Het geeft toch die bepaalde vibe die je nodig hebt voor die Charizard. Vind ik toch. Zo. We zitten halverwege ergens... Het derde pakje, Toki, Rotom, Rusted Sword, Morpeko, een Koffing, Gossifleur, Rowlet, een Cufant en, oh, daar is hij weer, Sentiscorch V. Dit is de tweede keer dat we hem poelen. Uit de eerste tin hadden we hem ook, denk ik. Uit de Cramorant tin of uit de Eldegoss tin. Kijk eens aan, is hij weer, Sentiscorch en... Daar gaat hij op de grond op. En we hebben een Galarian Weezing. Die hebben we ook nog even die kaart oprapen. Kijk eens aan. Onze Sentiscorch V-kaart was al gaan lopen. Hij sidderde al door. Maar weer een Full Art Shiny kaart. Dus op zich, ja, toch weer een goede tin eigenlijk. Die we gehad hebben. En weer een codekaart. Hoppa. Een Watertype Energy kaart deze keer. Een Gym Trainer. Een Toki weer. Floatzel. Het is wel jammer dat ze veel van dezelfde kaarten... gewoon dat een set is van maar 72 kaarten. En al die shiny kaarten natuurlijk. Maar dit zijn dan eigenlijk de meest saaie gedeeltes van zo'n video. Als je dan naar die video's kijkt van Shining Fates. Omdat je altijd diezelfde kaart ziet. Zoals Nickit bijvoorbeeld. En ha, we vallen weer in herhaling, jongens. Kijk eens aan, Paraskura. Ik kan een heel deck bouwen van hem. Alleen mis ik de eerste evolutie. Een Arakuda. Die mis ik nog. Kijk eens aan, joh. De derde keer dat we hem al poelen. En een Volcanion Rare. Jongen, jongen toch. Hoeveel keer kan je zelf een Baby Shiny trekken? Waarom kan dat nu geen Grookie zijn of iets anders? Oh, of een Sobble. Die miste ik nog. Een... Over ons laatste pakje.
de code card trick. De card trick op F4. Daarvoor de Trophius. En Gym Trainer. Oh, dat waren er wel veel. Luxio. Capnia. Een Q-Fund. Een Eevee. Een Buzel. Een Yanma. En Reverse Holo's Shootle. En onze laatste kaart is een Professor's Research. Ja, dit was misschien wel de minste tin van allemaal. Maar drie pulls. Of toch minder pulls die ik graag wou. We hebben die Barracuda, die Centiscorch V. En de Cinderace V. Dus het was de laatste tin van de drie die op rij volgde. Ik zou zeggen, bedankt om te kijken. Hopelijk gaan we nog zo'n premium collection box kunnen vastkrijgen van Shining Fates en openen die ook op deze channel. En wie weet komt er nog wel eens een Hidden Fates video aan. Maar er is natuurlijk ook Battle Styles dat moet komen. Zoveel te doen om Pokémon dit jaar, niet normaal. Zo zeggen, bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En ja, ik zou zeggen, maak Pokémon kaart open en enjoy it. Geniet ervan. Tot de volgende keer. Ciao, kus.